Welkom op deze themamiddag. Een bijzonder welkom aan directeur Noud van Rooij van het Nationaal Bureau in Breda. Ons Nationaal Bestuur aanwezig, dat is de vicevoorzitter van het Nationaal Bestuur van de Zonnebloem Nederland. En dat is Godfried Bernasconi. Misschien kan hij ook even gaan staan. Lieve mensen, vandaag is het thema van onze middag: zonder elkaar is iedereen alleen. En wij vullen dit thema op een hele bijzondere manier in. Ik wens u heel veel plezier en voldoening bij het programma van vanmiddag. Tot straks. Maak jij je huiskamer vast klaar, zeg. Dat is ook een mooie. Och nee, hier heb ik hem. De schemerlamp die brandt nog niet. Ja. Henk, doe jij dit? Henk, doe jij dat? Ik moet het maar allemaal oplossen. Even kijken. Ja, zo, dat is dat. Even kijken. Nou, ik denk dat wij hier toch wel mogen spreken van de mooiste huiskamer van heel Limburg. Wat zeg ik? Ja. Wat zeg ik? Van heel Nederland. Oh, laat ze binnen. Die kom, laten we binnen. Laat ze binnen. Kom mee, dames. Kom. Ja. Moeten we hier even rechtsaf? Ja, kom maar. En nu gaan we deze kant op, anders. Ja. Nou, kom neem hier u maar eens plaats. Gezellig bij zitten. Ja, gaat u zitten. Wie we hier hebben? Nou, zeker. Ik ben Corrie Banter uit Maastricht en ik ben 95 jaar. Oh. Oei. En wie hebben we aan deze zijde? Ik ben Joopje Bindels uit de Landgraaf. Oké. Okay. Okay. Ja. Beste lieve mensen. Ik had beloofd dat ik het niet zou zeggen. Ja, kunnen ze nog raden. Ja, dan kunnen ze nog raden wie hoe oud is. Joopie. Vertel eens iets meer over jezelf. Mag ik het voorlezen? Je mag voor mij wat voorlezen. Oké. Okay. Ik ben Joopie Bindels, ik ben lerares modevak en mijn hobby's zijn lesgeven, tekenen, schilderen, wandkleden, weven of knopen, handenarbeid dus. Ik ben van Helmond via in Vaals terechtgekomen. Daar leerde ik mijn inmiddels overleden man kennen. We trouwden, we kregen 5 kinderen die voor over Nederland verspreid wonen. Ik was dus heel veel alleen daarna. De dokter zei, dat kan zo niet langer, ik was echt depressief. En hij stuurde een zonnebloemleidster naar me. Dat resulteerde in vriendschap. Ik heb van haar heel veel liefde en vriendelijkheid ontvangen. Ze leerde me wat de zonnebloem inhield. En dat is echt oog hebben voor je medemens. Hulp geven, proberen te brengen, het zonnetje in huis. En je leven heeft weer zin. Dat is wat de zonnebloem is. Ze brengen kleur en fleur in je leven. Ze staan voor je klaar.
Daarom bij deze dit kleine gedichtje voor alle zonnebloemleidsters om te bedanken. In zachte blik, in blij gebaar, in vriendelijk woord, in goede raad. Al lijkt het simpel wat je schenkt, toch is het meer dan je denkt. Dank je voor de hand die je toestak. Dank voor de zorg die je bood. Dank je voor de woorden die je sprak. Dank je voor wat je gaf. Het was groot. Jopie. Dat was een ontzettend mooi gedicht. En het kwam recht uit het hart. Je had het er net over. Je zat in het modevak. En je kunstjes, want de wandkleden die jij gemaakt hebt, hangen hier aan de wand. Had je ze zelf al gezien? Ja, ja. Maar u zat in het modevak. Ja. En wilt u de mensen nog vertellen tot welke leeftijd dat u lesgegeven hebt? 80. Tot mijn 80ste. Ja. En het, ja. En u hebt lesgegeven aan echt jonge... Ja, Sjoes. Zo heette de school. En dat was jongens en meisjes van 15 en 16 jaar. Die nog leerplichtig waren, maar die toch 2 dagen in de week naar school moesten. Was er ook een jongen bij en die komt naar me toe en die zegt, juf. Ik zeg, ja en? Dan zegt hij, ik zou ook graag les van je krijgen. Ik zeg, wil je later coupeur worden? Nee, zegt hij, dat niet. Maar ik wil heel graag zelf mijn eigen spijkerbroek maken. Ik zeg, maar joh, ik zeg, als jij het niet erg vindt tussen die meisjes in te zitten, zeg, kom maar. En hij is de beste leerling geworden. Het jaar daarna kwam hij en toen was hij bij de kok in de keuken. Klopte bij mij aan de deur. Zegt hij, juf, kom eens even. Ik zeg, ja, ik zeg, maar ik ben met mijn les bezig. Zeg, ik kan zomaar niet weglopen. Ja, zegt, je moet echt eventjes komen. Ik heb iets voor je klaargemaakt en dat is echt heel lekker. Je moet het wel nu meteen opeten, want het is warm. Ik zeg, en? Ik denk, oh jee, een jongen 15, 16, wie weet, gepeperd, gezout of zoiets allemaal. Hè. Ik denk, nou, maar in ieder geval, ik nam dat. Het was een sneetje, een Hawaii-sneetje. Een warm Hawaii-sneetje. Nou, ik heb nog nooit zoiets lekkers gehad als van een jongen van 15 jaar. Kijk, het was leuk, hè? Ja, het was ontzettend leuk, ja. En zo ziet u maar, dames en heren, hoe Joopje op haar leeftijd de jonge mensen nog van alles mee kan geven. Ja. Fantastisch, applaus nog voor Joopie. Corrie uit Maastricht. Ja. Kun je ook iets vertellen over jezelf? Wat je zoal aan hobby's hebt? Hobby's heel veel, maar geen tijd. Geen tijd? Nou, maar geen tijd. Ach, daar zit iedereen mee, hè? De huidige maatschappij. Ja. Druk, druk, druk. Ja, maar ja. God, we doen wat we kunnen en dat moet goed zijn. Ja, ja. En vertel eens, wat doe je zoal? We doen wat we kunnen en wat is dat dan? Nou, wat ik persoonlijk doe, ik ga graag naar theater. Ik luister graag naar muziek. Mijn vader, die was stadsbeheerder. Dus ik heb het met de potlepel ingekregen. Ja, ook inderdaad potlepel. De muziek. Ja, ook heel de mooi. Muziek. Nou, daar maak ik nog altijd gebruik van. Groot gelijk. En u gaat ook regelmatig eventjes ergens naar een cafeetje in Maastricht om een kopje koffie te drinken. Ja. Of iets anders. Als we naar een concert zijn geweest, gaan we een kopje koffie drinken in een bepaald klein cafeetje. Ja. Maar dan gaan we met dames alleen, hoor. En geen mannen erbij? Nee, geen mannen. Oké. Okay. Nee, die horen daar echt niet bij, hoor. Oké. Okay. Die horen daar echt niet bij. Nee, groot gelijk. Mevrouw Banser, ja. U was ook naar de Floriade geweest. Kunt u daar iets van vertellen? U bent er met de bus naartoe gebracht. Ja. En wie stond er daar klaar toen u daar uit de bus stapte? Een hele massa rolstoelen. Ja, met vrijwilligers. En van de zon. Daar waren vrijwilligers natuurlijk, want dan moet iemand achter dat ding duwen. En toen wilde men mij ook in een rolstoel zetten. En toen heb ik heel grof nee gezegd, ik loop. Ik loop. Maar het ging heel goed, behalve mijn voeten die begonnen op het laatst pijn te doen. En ik heb er 2 weken lang plezier gehad van die pijn aan die voeten. Ja. Maar het was de moeite waard. Ja,
Het was de moeite waard. Keurig, kijk eens. Want ik vond in dit verband ook uw lijfspreuk zo mooi. Kunt u zich herinneren wat u toen zei? Zolang als je zelf de kracht hebt. Tuurlijk. Ja, kunt u nog even uit... Nee, zeg het maar zo. Ah, mevrouw Bansen zei, nou, dat is fantastisch. Nou, zolang als je zelf de kracht in je lijf hebt, dan moet je die kracht ook gebruiken. Ja, ongeacht leeftijd of wat dan ook. Ja, dat vind ik een hele mooie lijfspreuk. Ja, dat stellen we even uit, Henk. Nou, ga eens even kijken wie er aan de deur is. Ja, ik kijk maar erin. Ja, het blijft inderdaad komen en gaan van charmante bezoekers. Die hebben we hier. Helena staat aan de deur. Helena, kom verder. Helena. Kijk eens eventjes. Helena heeft natuurlijk ook een achternaam. Ja, Helena Hendrik. Dag Helena. Komt u even gezellig bij mij op de bank zitten? Ik ben Helena Hendricks. Ik woon in Kerkrade, dus Oostkerschoor. Dat verstaan ze denk ik wel. Ja. En je hebt ook gebruik gemaakt van de zonnebloem. Dat was wel op een andere plaats, hebben we begrepen. Ja, ik heb gewoon in Horst. Ik heb daar gebruik gemaakt van de zonnebloem. Heb ik hele leuke uitstapjes gemaakt. Met de boot zijn we weg geweest. Op de Maas en in Amsterdam. Ja, van alles hebben we wat gedaan. Hè. Ja, en dat was heel gezellig. Ja, heel gezellig. Ja. Heel mooi. En maak je nou gebruik van de zonnebloem, Helena? Ja, ik ben ermee bezig. Dus ik hoop dat ze me binnenkort bellen. Dus dat ik een vrijwilliger krijg. Ja. En kan ik weer beginnen met de zonnebloem. Ja, want Helena woont sinds kort weer in Kerkrade. Ja. Maar er is één grote hobby, Helena. Ja. Daar kun je eindeloos over vertellen. Vertel eens. Ja, ik doe zingen. Ik ben zangeres. Heel lange tijd. Voordat ik de ziekte kreeg, heb ik operette gezongen. Nu heb ik in Horst heb ik in de band gezongen. Nu ben ik op zoek naar een accordeonist. Misschien zit hier iemand ergens die mij kan begeleiden. Dus ja, ik ben heel hard op zoek dus, naar een accordeonist. En ja, het zingen is gewoon mijn leven. Ja. Maar misschien zit hier wel iemand in de zaal, maar die wil ook graag even zingen. Dit is toch ook gezellig? Ik kom er gezellig bij zitten, want we willen natuurlijk wel weten, wie hebben we hier? Ik ben Margot Giedissen. Ik ben net 60 geworden. 52 jaar getrouwd met één en dezelfde.
Oh, hey, dat is knap. Ja. Dat is een applaus. Ik wist wat ik had, maar dan moest ik hem inruilen. Weet je niet wat je krijgt, hè? Margot zegt, ja, je kunt hem wel inruilen, maar je weet dan ook niet wat je terugkrijgt. En we hebben al een keer samen gepraat, Margot. Ik weet dat 1982 een heel merkwaardig jaar was voor jou. Kun je er iets van vertellen? Ja, ik ben toen ziek geworden. En toen de artsen zeiden, het zit tussen de oren en het zit tussen de oren. En ik werd alleen maar zieker. En toen dacht ik, ja, als het toch tussen de oren zit, dan neem ik maar een goede psychiater. Maar die kwam na 5 jaar erachter dat het helemaal niet tussen de oren zat. Maar ja, toen was het al veel te laat, hè. En ik wist hoe het zou eindigen. En toen had ik zoiets, nee, ik wil niet hebben dat iedereen dat meemaakt, hoe ik eindig. Ik had nog 2 puberende jongens. En ik bad elke avond de rozenkrans tot onze lieve vrouw om hem maar te halen die nacht. Maar ik werd elke morgen weer wakker. Ik boos. Toen heb ik een vriendin in Hengelo via lotgenotencontact. En die zei, heb je nog een wens? Ja, 1 wens heb ik nog. Ik zou eens dolgraag naar Lourdes willen. Maar ik kon toen nog lopen en niemand kon aan me zien dat ik zo ziek zou zijn. We zijn een jaar erop in mei naar Lourdes gegaan. En wij zitten daar voor die grot. Mensen die in Lourdes zijn geweest kunnen het zich wel een beetje een voorstelling halen. We zitten daar met de rug tegen de gaven op een bank en je kijkt naar die grot. En er lopen constant mensen doorheen, die polijsten, die grot met hun handen. En dan die steen. En dan die kerk. En ik moet schijnbaar in trance zijn geweest. En ik heb gedacht, waarom kan ik niet zo sterk zijn als die berg? En toen ik bijkwam, noem ik het, toen dacht ik, dat de wereld toch verrek. Ik ga mijn hele leven omgooien. Of ik nou in een rolstoel kom, wat interesseert het mij nog? Ik heb nog vrijwilligerswerk een tijdje gedaan. Ik heb gebeeldhouwd. Ik kon alle naaldvakken al. Maar ja, 4 jaar geleden dacht ik bij mijn eigen, dat beeldhouden gaat ook lastiger, want de ziekte gaat toch verder. Wat moet je dan als dat? Wat moet je dan, als dat niet meer kan? Nou, en toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. En volgend jaar doe ik examen. Margot, oh ja, ik vanaf 82. En dat gepolijste blad, dat was toen mijn nieuwe ik, zoals ik nu ben. Margot, ja, een echt mooi levensverhaal. Die mensen. Nee, dat mag je nou nog doen, Margot. Tuurlijk. Toen zei daar iemand, waarom kom je niet bij de zonnebloem? Ik me opgegeven, eerst eens nagedacht. En ik dacht, ik kom bij allemaal hele oude mensen. Maar dat was niet zo. Maar die vrijwilligers, die deden zo lief. Arm om je schouder. Oh nee. Dat kan niet, want als iemand lief tegen je doet, komt er iets achteraan wat nooit zo leuk is. Dat heeft dan met mijn jeugd te maken. Dus ik begon een beetje een muurtje op te metselen. Dat we het volgend jaar een dagje met de boot weggingen. En er was een artiest die zong het Ave Maria. En als ik dat Ave Maria hoor, lopen de tranen langs mijn wangen. En daar kwam zo'n hand op mijn schouder. Schat, heb je het zo moeilijk? Nee, ik heb het niet moeilijk, maar het is zo mooi. Je kunt ook huilen als het mooi is. Ik hou dat niet tegen. Maar 8 of 9 maanden daarna, 1600 kilometer verder, gebeurde hetzelfde. En toen kwam weer dezelfde hand. Vind je het zo lastig, schat? Of vind je het weer zo mooi? En dat blijkt diezelfde vrijwilligster te zijn als in Maastricht. Die deed toen
Brankje Dees werk in Lourdes. En toen dacht ik bij mijn eigen, laat het gaan. Accepteer die liefde van die vrijwilligers, want hun werk komt uit hun hart. En daar heb ik dus... Daar heb ik ook een cadeau van gemaakt. Gisteren was het een steen en uit die steen kwam mijn hart van steen. Maar nu heb ik dus heel iets anders en zij zeiden maar één cadeautje, maar ik heb er twee meegenomen. Twee vrijwel, twee handen iets hebben. Dan gaan we nu beginnen. Ga je zelf komen? Middags ging ze vroeger, moeder, moet ik
De tijd van het Griekenroomse leven was ook de tijd van de grote feesten. En er is een prangende vraag bij een feest. En dat heb je misschien vandaag ook gehad voordat we hier naartoe komen. De grote vraag die de vrouw voor de kas stelt, zichzelf stelt. Waar moet ik aan? Even iets uitleggen aan de mensen. Voornaam volgens mij. Ja, Mia. Mia. Ja. Kijk eens, Mia. Ja. Maar eens even kijken, heb je het zo warm? Ik vind het alweer warm, ja. Oeh, hé, dat is een leuke waaier. Ja. Waar heb je die gekocht, Mia? Die is nergens te koop. Wat, nergens te koop? Nee, die is nergens te koop, ik heb zelf gemaakt. Zelf gemaakt? Ja, tuurlijk. Kijk eens eventjes, zelf gemaakt. Ja. Ja. Misschien kan de cameraman daar eventjes op richten. Of ik moet zelf een beetje... Henk, help eens even mee. Nou. Wat is dit eigenlijk voor werkstuk? Kantklossen. Kantklossen? Ja. Kantklossen. Ja. Zou je iets van dat werk kunnen uitleggen, Mia? Want jij doet het graag, hè? Ja, ik doe het heel graag. Ik doe het met heel veel klosjes op een kussen. Maar je werkt maar met 4 klosjes. Ja. En dus steeds kruisen draaien, wegleggen, nieuwe pakken, kruisen draaien, wegleggen. Dat is het hele werk. Ja, alleen met heel veel verschillende soorten. Het hele werk. Nou, we zien het op de achtergrond, Mia. Daar zien we jou bezig. Draai maar een klein beetje om. Oh, ja. Misschien kun je vertellen wat er gebeurt. Ja, kruisen draaien, paar wegleggen, 2 paar bijpakken en dan weer kruisen draaien. Ja, dat Nou. En dus zeer geconcentreerd werk. Ja, eerst wel geconcentreerd werk. Ja. Dus heel fijn werk. Vooral als je het moeilijk hebt, dus dan gaat men zitten kantklossen en dan Lost alles op. Ja, Mie heeft verteld, door het kantklossen raak ik mijn verdriet helemaal kwijt. Daar ga ik helemaal in op. Ja, ik ga er helemaal in op. Ja. Mooi, Mia. Ja. En Mia, je bent hier nou hier naartoe gekomen. Ja, ik ben gekomen voor de zonnebloem. Voor de zonnebloem. Vertel. Om alle mensen die er voor de zonnebloem zijn te bedanken voor al het goede werk dat ze eigenlijk doen voor iedereen. En de mensen zijn ook vaak mensen die thuis ook nog een bedrijf of iets hebben en die toch tijd vrijmaken om voor de mensen, voor de gasten van de zonnebloem iets. Dus Mia is u bijzonder dankbaar en erkentelijk voor al het werk. Ja, ik heb mijn bezoek vrijwilligers, dus een hele lieve vrouw, komt tegen mij. Ik heb een jongeman meegenomen, Frans. Ja. Kijk eens, onze eigen Bart. Onze eigen Bart, ja. Hallo, die Bart. Komt er bij zitten, jongeman. En deze Bart heeft ook een achternaam. Verkoelen. Verkoelen. En hij komt uit? Buggenum. Buggenum. Zullen we eens even gezellig bij gaan zitten, Bart? Ja. Heb je ook een opleiding gevolgd? Kun je daar iets van zeggen? Ja, in België op Buzo Sint-Jan. Buzo Sint-Jan.
Dat was, kun je dat vertalen? Buzo? Buzo, buitengewoon secundair onderwijs. Secundair onderwijs. Heb je met succes afgesloten? Ja. En misschien wil Henk nog iets vragen? Ja, in de metaal zit je dus. Ja. En, maar je bent eigenlijk meer kunstenaar als metaalbewerker, want je wilt... Vertel me wat je toekomstplannen zijn. Ik wil eigen bedrijf starten. Eigen bedrijf starten? Wow. We gaan meteen een beetje reclame maken. Want toen wij maanden terug voor de eerste keer bij elkaar kwamen, was Bart zo enthousiast. Wacht eens eventjes, dan ga ik een mooi embleem van de zonnebloem maken. En dat kan misschien wel passen dadelijk op het podium. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik vraag even aan de man van de techniek of nog die foto's van die andere werkstukjes kunnen komen. Want die zouden eigenlijk nog eventjes getoond moeten worden. Bart. Ja, dat kan ik. Nou, we gaan even kijken. Je mag commentaar geven, Bart. Wat is dit? Dat is een motor. Een motor. Een boom in de tuin voor het huis van Bart. Het is hier al herfst bij die boom. Maar schitterend. Die kennen we. Ja, staat er eentje van hier op tafel. Ja. En daar? Oké. Mooi. En dan komt het beeld van de... Hey Bart, even een vraag voordat je het gaat verloten. Hoe oud ben je, Bart? Ik ben 19. 19? En afgelopen dinsdag, toen vertelde je, ik ben 18. Ja. Hoe zit dat? Ik ben gisteren jarig. Hey, Bart is gisteren jarig! Hij leven hoog, hij leven hoog. Hij leven hoog, hij leven hoog. Ja ho, ja ho. Hij leven hoog, hij leven hoog. Iemand een piep? Hoera! Iemand een piep? Hoera! En dan geen piepje? Hoera! Ja, Bas, had je niet verwacht, hè? Dit had je niet verwacht, nee, natuurlijk. Nee, wij ook niet, want de zaal die begint. Ja, en dan moet je natuurlijk inzetten. Ik heb het ook geweldig gevonden. Dames en heren, nog één keer een applaus voor Bart van Koenen. Tot ziens, Bart. Voilà. Hartstikke bedankt. Via Weert. Mensen uit Weert. Ik heb vanaf mijn 12e jaar bij jullie gestudeerd. En daarna heb ik er nog les gegeven. En ja, ik ben iemand die dus en taal en muziek deed, ja, in zijn hele leven. En een gast was ook van de Zonnebloem. En dan wil ik meteen zeggen, wat ik van de Zonnebloem waardeer is dat ze altijd klaarstaan. Want ik heb het meegemaakt op een prachtige zomerdag. Want het regende dat het goot. En toen zijn we dus naar de Floriade geweest. En ik weet niet of u het meegemaakt heeft, maar het was één en al regen. Maar de Floriade was fantastisch. We werden in karretjes rondgereden met verkeerde regenjassen aan. Maar het kon ons niks schelen, want het was mooi. En het was een plezier om te zien hoe die vrijwilligers van de Zonnebloem karretjes hadden ingehuurd. En mensen die het ons verzorgd hebben. Bedankt daarvoor. Zeker. En dames en heren. Ik ben ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met een zeer unieke gast. Want de heer Mietermeijer maakt enerzijds gebruik van mensen, van vrijwilligers van de Zonnebloem. Maar... Zelf ben ik ook vrijwilliger en verzorg ik dat in Elsenhorst, in Horst. Voor mevrouw Poels, geen onbekende. We hebben nog een gast gehad uit Horst die inmiddels in Kerkrade zit. En die ook iets zong, en dat moet ik toch even vermelden. Wat ik elke 14 dagen in Elsenhorst moet zingen, het liedje van het kapelke. Bedankt mevrouw, wie was het mevrouw? Helena was dat, ja. Ja. Maar u doet dus ook vrijwilligerswerk voor mensen in verzorgingshuizen. Ja. Daar speelt u? Ja, daar doe ik de muziek. Dat zijn mensen die liefhebbers zijn van licht klassieke muziek. Dan speel ik wat of ik draai cd's. En ik vraag ook altijd aandacht voor de jaren 50. De toppers van toen, dus die jullie ook allemaal wel kennen. De liedjes van toen, van In Huisje met een Tuintje. Onder de mensen.
Het doet je goed. En denkt er nu en dan onder de mensen. En blij gezicht te zien, dat doet je goed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. En blij gezicht te zien, dat doet je goed. En breng zo nu en dan de beste wensen. Het spreekwoord zegt, wie goed doet, goed ontmoet. Tenminste goed gaat. Mijn vader was bordeur, ik zie hem nog staan. Wanneer hij 's morgens ging porren. Al was het ook armelijk dat borders bestaan. Toch deed hij het zonder te morren. Nog dikwijls dan hoor ik vaders stem. Die zei dan heel zachtjes tot mij. De een is gesjochte, de ander is rijk. We zijn op de wereld niet allen gelijk. De een wordt geboren in een villa of slot. De ander roept mama in een vochtige krot. Joop Mittermeijer. Fantastisch. Nee, ja, dit is nog niet afgelopen, Henk. Nee, dat bedoel ik niet, Frans. Hoezo? Frans, het is gebeurd. Het ei is gelegd. Het ei de is... kogel is door de kerk. Weten jullie het misschien? Waar zou je het over hebben? Zijn liedje. Is het waar, Henk? Het is af. Oh, ja. Laat horen, laat horen. Het is nog vers. Zal ik het, mag ik het, mag ik, zou ik het mogen laten horen, dames en heren? Ja, tuurlijk, hè, mensen. Nou, ja, kom. Pak even je gitaar, Henk. Ik heb de stekker trouwens uit de deurbel gehaald. Dan kan er nu niemand bellen. Dus. Heel goed voor jou. En ik zie dat Nout Reinders ook eventjes komt. Heel goed. Wij zijn in afwachting van het lied... dat dan Henk zojuist, hij had eventjes de tijd, denk ik... gemaakt heeft voor de zonnebloem. We zijn benieuwd, Henk. Maak het niet spannender dan het al is. Oh, ik ben zelf ook zeer benieuwd. Oh, zo. Ik zag deze morgen een zonnebloem staan, zijn kopje stond recht naar de zon. Zo mooi dat ik er naartoe ben gegaan, het was stil zodat ik horen kon. Hoe een briesje heel zacht langs de bladeren gleed, en het bloempje dat knikte tevreden. Het geruis en geritsel, het leek zo normaal, maar ik hoorde een prachtig verhaal. Ik zie een zonnebloem, daar ginds in het veld. Een prachtige zonnebloem, die verhalen vertelt. Speciale verhalen van mensen als wij, verhalen ze doen iets met mij. Een zonnebloem, daar ginds in de wind. Hij maakt mijn dag alweer goed, voordat hij begint. Ik bleef daar maar staan en vergat al de tijd. Het klokje dat tikte maar door.
verhalen passeerden van vreugde en spijt, van geluk en van een luisterend oor. Een bijtje kwam zoemen en een vogeltje vloot. Ik zag hoe een vlinder genoot van een teder verhaal met een krachtig moraal. Een verhaal in de zonnebloemtaal. Ik zie een zonnebloem daar in het veld. Een prachtige zonnebloem die verhalen vertelt. Speciale verhalen van mensen als wij. Verhalen, ze doen iets met mij. Ik zie een zonnebloem daar in de wind. Hij maakt mijn dag alweer goed voordat hij begint. Da 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 da. Speciale verhalen van mensen als wij. Verhalen, ze doen iets met mij. Ik zie een zonnebloem ergens in de wind. Hij maakt mijn dag alweer goed voordat hij begint. Hij maakt mijn dag alweer goed voordat hij begint. Dank u. Potverdorie Hein. Provocatie van de zonnebloem. Ontzettend fijn om Hevenoet Tegelen weer te gast te zien. Daar waren we afgelopen dinsdag al in Maastricht. En heel geheer, daar hebben we vanuit deze hoeskamer wat liedjes mogen brengen. En door met het eerste liedje, dat komt van ons nieuwe cd, Dans vanavond met mij. Ik wil dich betoveren en dich veroveren. Ik zeg vandaag mijn beste bijkeveur. Wil met dich gelukkig zien, wil met dich een centje pien. Dans en die brief van centje pien, dans met mij de ganse oven door. Deze oven duurt nog lang, weet ik wie ik nog ik verlang. Mijn hart is helemaal van slag door deen. Jo, als ik nog ik kiep, wil ik mij de kunnen te riep, zo vuur haal ik van mee. Dans vanover met mij, en wie zet de zon weer onder gij? Dans vanover met mij, en wie zet de sterren aan de hemelstoel? Brief vanover met mij, en als de boom straks naar ons staat. Zo'n wiegezak, zoog ik de liefde in de lach. En toen wist ik de woorden en misdeed. Jo, als ik nodig kiep, vul ik met de koninkerie. Zo vuur haal ik van mee. Heer maar heen. Dans van over naar binnen. Er is net de zon weer onder gij. Dans van over met mij,
beton. Kunst ik doen, neem ik stom. Kom door ons weer een schaal weer uit van ton. Ja! La 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 la. Ja la 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 ja la ja la. En dans van over het land mee. En wie staat te sterren aan de hemelstoon? Vlieg van op een been mee. En als de boom straks nog ooit staat. Dan ik zing in die erde ganse naam. Alles in het leven waar ik niet verwoorden kan. En niet hecht, verkoopt, verwerven wie hij samenspan. En dan komen we van links naar rechts. Honderdduizend keer heb ik gedraaid, maar lijn van dit. Honderdduizend keer besteeg het beste deel van mij. Wie de nacht van gister vul ik vlinders in mijn bloed. Wie de nacht van gister vul ik niet in dit soepoel. Ik wil weer ik leven, mijn leven niet geven. Ik wist niet alles niet, zolang ik niet leef op verwoorden kan. En niet hecht, verkoopt, verwerven, wie hij samenspant. En de gooien, wat ik zo wens. Honderdduizend keer heb ik gedraaid, maar lijn van dit. Heb ik gedraaid, maar lijn van dit. Honderdduizend keer besteeg het beste deel van mij. Wie de dag van gister vul ik vlinders in mijn bloed. Wie de dag van gister vul ik niet, weet ik zo goed. Ik wil leven, die leven ik geef. Ik wist niet alles in, zolang ik leef. Bye, bye, my love, ik moet gewoon. Waar ik zeg is voor, bye bye my love, is gedoen. Het afschietveld met schoor, ik zal dit nooit meer vergeten. In mijn hartkust, ik ben mee. Bye bye my love, auf Wiedersehen. Met ik gedans had, kreeg ik zo'n wonderschoen gevoel. Toen word ik eigenlijk op dit verleenschap, met ik wel wat ik voel, ik voel. Ik ben gewoon houden van dik, dit uur zo in mij. Maar ik moet weer los hier, op wat heb
ik een pech. Ik moet wiet van dicht weg, maar blijf druimen van ons drieën. Bye bye my love. Ik moet gewoon witte zakdukjes. Wat ik zeg is vol. Bye bye my love. Het is gedoon. Een afschiet veld niks voor. Ik zal dit nooit meer vergeten. In mijn hart buist ik bij mij. Bye bye my love. Auf Wiedersehen. Ik wil dit nog even dansen. Blijf ik me trouw, wat zeg op mij. Ja, ja. Ik ben spinales ongelogen. Ja, ik kom zeker terug, weet ik. Bye bye my love. Ik moet gewoon. Wat ik zeg is voor. Bye bye my love. Het is gedoon. Een aanzien meldt niks voor. Ik zal ik nooit meer vergeten. In mijn hart een steen bij mij. Bye bye my love. Auf Wiedersehen. Ja, ik zie inmiddels al van die witte zakdukjes. Je weet toch wat het betekent in het Barcelona stadion, hè? Oprotten. Boeven. We blijven nog hier. Jongens, bedankt voor je aandacht. Dank u wel. Ik zal niet nooit, nooit meer vergeten. In mijn hart brandt een vlammetje. Bye bye my love. Auf Wiedersehen. Bye bye my love. Auf mensen, heel hartelijk bedanken die vanmiddag hebben meegedaan. Ik wil ze daar eigenlijk allemaal graag naar boven op het podium vragen. En dat zijn als eerste onze gasten, mevrouw Poels uit Horst, meneer Joop Mietermeijer uit Hegelsom, Bert Verkoelen, Helena Hendricks. Zijn Bochten onder muzikale begeleiding van Noot Reinders, Tijn en Marijn, Henk en Frans van het muzikaal Vertaaltheater, Staar, Geluid en Licht, de werkgroep Themadagen met hun voorzitter Gerard van Keulen, toneelmeester Hans Peter, achter de coulissen Hans Pirovano. We hebben ook een sponsor gehad. We hadden de Vlaai, was helemaal gesponsord door Patisserie Limburg. Dit alles is tot stand gekomen. We hebben 4 jaar gespaard, maar toch met een grote bijdrage van de provincie Limburg. En dat alles onder de productie, het idee en concept van G. Petering. G. Laat je zien. Ik zie een zonnebloem daar eens in het veld. Een prachtige zonnebloem die verhalen vertelt. Speciale verhalen van mensen als wij. Verhalen ze doen iets met mij. Een zonnebloem, daar in zin.
Zodat ik horen kon, hoe een briesje heel zacht.